Ik ben vandaag met mijn vriendinnetje Kylie in Zutphen. Want we gaan nu naar de kapper. Hier zo. Hairstyling Manon. En Kylie gaat voor het eerst krullen knippen. Dus, en ik ga jullie vandaag meenemen hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Dus ben benieuwd. Hey. Ja, ik ben echt super benieuwd. Ja. Ja, en laat me verrassen. Nou, dit is de eigenaresse, toch? Ja. Ja. Kunt u wat meer vertellen over het krullen knippen? Dat kan. Het gewone knippen op de klassieke manier, dan knip je het haar rechtaf. En op de curl-size manier, dan knip je in een bundel en dan knip je het een half maandje. En daardoor kan het haar gewoon, krijg je beter de bewegingsvrijheid, dat je een mooie krul in je haar krijgt. Ja, en dat gebeurt ook met speciale scharen volgens mij. Speciale scharen en een speciale techniek. Ja. Nou, dat gaan we straks allemaal even filmen. Ja. We gaan eerst even kijken naar het haar. Mm-hmm. Hoe de krul erin zit en hoe je haar eruit ziet. De kwaliteit van het haar is ook heel belangrijk voor een goede krul. Oké, gaan we even kijken. Is dit klopt? Zou ik het loslaten? Je hebt hier natuurlijk je haar vastgehaald, dus dat je wel iets in verzekerd beeld. Ja. Maar ik denk dat je zeker meer uit kan halen. Dus dit blijft erin tijdens het knippen? Ja. En dan spoelen we straks pas weer uit. Dus we kijken echt bij de klant welke producten we nodig hebben. Mm-hmm. Of wat krullenknippen natuurlijk verschillend zijn. Hè? Ze gebruiken hier echt super lekkere essential oil van Philip Martens. En het ruikt echt heerlijk. Als ik hem ook krijg. Zo. Koffie, ik weet niet wie van wie het was. Ja, thee was voor mij, dankjewel. Oké, wil je suiker in de hand? Ja? Nee. We worden hier goed verzorgd, hè, Kylie? Ja, zeker. En is het krullen knippen ook geschikt voor mensen met stijl haar? Ja.
Je kan ook, als je wat fijner haar hebt, een loslijntje draagt, kan je ook zeker op de curl size manier laten knippen. Dat is echt wel geschikt ervoor. Je moet niet denken dat je dan krullen krijgt of een slag krijgt. Als het er niet in zit, krijg je het ook niet. Maar hij zal wat meer volume geven. En het is vaak wel mooi in de boblijn als het allemaal wat vloeiender in elkaar overloopt. Ja. En dat krijg je dan met cross size manier. Oké. Okay. Hoe vaak raad je aan om dit bij te houden, het krulknippen? Als je normaal elke 10 weken naar de kapper gaat, dan kan je dubbel ermee doen. Dus dat is 20 weken. Okay. Vaak mensen met korte haar elke 3 maanden. Ja? Maar een lange haar is echt wel... Dus stel, ik zou hier over 2 maanden weer mijn haar willen knippen. Dan knip je gewoon de puntjes of knip je het ook meteen weer? 2 maanden is veel te snel. Okay. Dat is 8 weken. Ja. Dus dat is veel te snel. Ik kan er echt langer mee doen. Oké, okay, dat is goed. Dat kan, zeker wel... 4-5 maanden meedoen. Wauw, oké. Okay. Ja. Ja, top. Het prijskaartje is natuurlijk ook anders dan het gewone knippen. Ja. We zijn veel langer bezig. Ja. Maar je kan er dus ook langer mee doen. Okay. Ook met de zomertijd, de zomerperiode. Ja. Ja. Want hoe lang duurt een behandeling curls is knippen? Een uur en een kwartier voor deze lengte. Ja. En dat is lang haar dus. Ja. Ja. Nu heb ik het geknipt. Dan gaan we de crème, het masker. Masker en de olie had ik erin gedaan. Die gaan we weer uitspoelen. En dan gaan we het op de curl size manier feunen. Ik val hier meestal echt in slaap hoor. Ik ga met warme water. Een warm water, lekkere hoofdmassage. Ja. Zwaar genieten als je hier naar de kapper gaat. Vorige keer was ik hier langs geweest na een training. En ik was heel erg moe. Dus ik viel hier echt gewoon bijna in slaap door die massage en door die geurolie. Echt heel chill. Leuk, die stoel van achter, hè? Mag je helemaal onderuit zakken. Met de leuning van de stoel. Ja. Wauw. Zitten. Ja. Stel als ik mijn haar zelf met de diffuser ga feunen, moet ik het dan ook zo vochtig mogelijk laten? Ja, zo vochtig mogelijk en dan voorover feunen. Okay. Wij beginnen nu eerst achterover, zelf thuis voorover. Okay. Geen tulband maken met je handen. Nee. Een hele grove kam. Kneden en dan komen de bundels er al mooi in. Ik leg je haren gewoon rustig in. Ik ga niet heel hard heen en weer. Mag ik omhouden? Nee, dan mag ik nog een keer op. En dan voor. Ja. Als je dus thuis gaat feunen, kun je het makkelijk van het voorover doen. Ja. Ja, en dan zo. Hoppakee. Oh. Oh my god, wat een verschil. Veel krullen. Oh, fijn. Daar zijn ze weer. Yeah, found them back. Oh, shit. Bij de aanzet even losmasseren. Eventueel heel het vachtig sprayen en de diffuser erin. Dat is absoluut niet te veel met de vingers aan je haren zitten. Ja, nee. Top. Weet je, wat een verschil, hè? Super. Dus nu krult er veel meer vanaf je hebt dat aanzet. Precies. En hij is mooi in lagen gemaakt. Precies dat. Veel minder zwaar. Jeetje, heel. Nou, alsjeblieft. Super, dankjewel. You can thank me later. Ja, yeah, for sure. Oh my god. Mooi man. Waskannetjes. Yes. Het voelt echt veel lichter. Oh my god. Het voelt veel minder zwaar.
Hij heeft nog steeds een hele dikke bos, ja. Heel veel. Maar hij is ja, minder. Maar gewoon precies, het begint wat eerder, het zit ja. Zo voller en lucht. Oh my god. Ja. Kun je even voor me een rondje draaien? Of zo? Ja. Are you happy? Ja, heel happy. Het is echt heel moeilijk om iemand te vinden die haar gewoon goed kan knippen. En waardoor het ook gewoon goed zit. Waar je er zelf ook goed mee aan de slag kan. Ja. Top. Ja, echt heel top. Yes. Happy. Vertel, Kylie. Nou, ik ben ten eerste echt heel erg blij dat ik dus eindelijk een kapper heb gevonden die mijn haar in een mooie ronde bos kan knippen. Waar ik meestal, als ik bij de kapper vandaan kwam, mijn haar gewoon plat boven was en onder heel veel volume en krul had. Dat is nu opgelost, dus ja, ik ga zeker wel terug over 4 maanden. Dus ik hoef het echt gewoon maar om de 4 maanden bij te houden. Dat is super chill. Yes! Ja, dus daar gaan we weer. Tevreden. Nou, doei! Kapsalon!